Binnen een jaar, iets meer dan een jaar, zitten we in het WK in Qatar. Daar zijn ze al, ja, laten we zeggen, 10 jaar bezig met het bouwen van de stadia. Groot probleem toch wel, heel veel mensen die daar het leven gelaten hebben. We spreken over duizenden mensen toch wel. Hele moeilijke arbeidsomstandigheden, uitbuiting, slavernij. Gelukkig door de druk ook van de internationale federaties is die situatie intussen wel wat beter geworden. Alleen weten we niet in de praktijk, zeker met onderaannemers, in hoeverre dat er toch nog niet echt wantoestanden zijn. Vandaar dat we toch ook wel bij de Voetbalbond vandaag bij CEO Bossaar toch aangedrongen hebben om dit verder ook in de kijker te plaatsen, zodanig dat die omstandigheden nog kunnen verder verbeteren. En we gaan er verder aan werken, ook in de voorbereiding naar het WK toe. Die toezegging hebben we ook vandaag gekregen. Het blijft wel belangrijk.